De treurmars in Parijs en de dubbele moraal van het Westen. Hartelijk welkom bij dit mediacommentaar op Klagemauer TV. Op zondag 12 januari 2015 zouden volgens de mainstream media in heel Frankrijk meer dan 3,7 miljoen mensen hebben deelgenomen aan herdenkingsmarsen. De herdenkingsmarsen waren voor de 17 slachtoffers van de terroristische aanslagen op het satirische magazine Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt. Alleen in Parijs zouden 1,6 miljoen mensen zijn bijeengekomen. Dit was niet meer gebeurd sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. In de voorste rijen marcheerden talrijke toppolitici, staats- en regeringshoofden van heel Europa, ook van Israël en Palestina. Het Zwitserse lid van de bondsraad, Simonetta Sommaruga, benadrukte, ik citeer, al deze mensen zijn persoonlijk opgestaan om onze gemeenschappelijke waarden, die belangrijk voor ons zijn, te verdedigen. Zoals de Duitse Tagesschau het uitdrukte, welke gemeenschappelijke waarden moeten worden hooggehouden, zodat de wereldgemeenschap zich solidair toont? Gaat het de hooggeplaatste politici echt om alle mensen die door terreuraanslagen om het leven zijn gekomen? Of wordt bij het persoonlijke opstaan onderscheid gemaakt van geval tot geval, omdat in het verborgene heel andere belangen worden nagestreefd? Er bereiken ons doorlopend meldingen dat dagelijks in veel landen zeer veel mensen om het leven komen bij terreuraanslagen. Maar de westerse politici en media zwijgen als een graf over de meeste van deze voorvallen die gepleegd worden in brute onmenselijkheid. We nemen Oekraïne als voorbeeld en laten een lerares uit Donetsk aan het woord komen over het meest omstreden deel, Oost-Oekraïne. KlaTV vroeg haar op 30 december 2014 hoe de actuele situatie in Donetsk eruit ziet. De lerares, die Oekraïnse taal geeft, antwoordde, ik citeer. De woongebieden van de stad worden van tijd tot tijd beschoten met wapens van groot kaliber door het Oekraïense leger. Er sterven burgers, kleine kinderen, oudere mensen. Dat is verschrikkelijk, speciaal als het kleine kinderen zijn. Dit wordt herhaald met regelmatige tussenpozen. Een raket heeft onlangs een woonhuis getroffen in Horlivka. Het hele gezin met alle kinderen zijn daarbij om het leven gekomen. Het is verschrikkelijk. En niemand weet wanneer deze oorlog zal eindigen. Dit bericht is zeker geen apart geval. Zelfs de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak over beschietingen met artillerie en raketten in het Weldeweg in de steden van Oost-Oekraïne door Oekraïnse strijdkrachten. Excuseer? Artillerie en raketten op burgers in grote steden? En dat zouden geen terroristische aanslagen zijn? In ieder geval niet voor westerse politici en media, wat getuigt van hun dubbele moraal. Herinneren we ons dat volgens verklaringen van de VN alleen al tot september 2014 3200 onschuldige burgers zijn gestorven in Oost-Oekraïne. Het getal zou zich tot op heden meer dan verdubbeld kunnen hebben, misschien wel verdrievoudigd. We laten deze lerares nog eens aan het woord. Merkwaardig hoe de wereldopinie reageert op deze gebeurtenissen. Toen in 2012 voor het EK in Kiev alle rondzwervende honden werden doodgeschoten, hebben vele verenigingen, ook internationale, zich ingezet voor deze dieren. Hier sterven nu mensen en de wereldopinie reageert er helemaal niet op. Er zijn slechts gesprekken op verschillende niveaus, maar in de praktijk wordt er niets beter. Het conflict wordt niet opgelost. Ik vraag iedereen om niet onverschillig te zijn bij wat er gebeurt in Donbass, Oost-Oekraïne. U weet niet dat dit een echte oorlog is waarin onschuldige mensen omkomen. Ik heb de indruk dat de informatie in de massamedia niet overeenkomt met de werkelijkheid. Mensen, help te verhinderen wat er bij ons gebeurt. Wij willen leven en kinderen grootbrengen. We willen vrede. We kregen juist deze dagen een nieuw actueel bericht uit Donetsk dat aantoont dat de beschietingen ook werden voortgezet in de eerste weken van het nieuwe jaar.
We citeren een bewoner van de stad. Het ergste is dat vanaf 4 januari de intensieve beschieting op Donetsk weer is begonnen. Volgens de berichten van het leger van Donetsk aan het front waren er op 8 en 9 januari de meest intensieve artilleriebeschietingen, zoals in de ergste dagen van de oorlog. Er zijn weer doden en gewonden onder de burgerbevolking. Veel treffers in flatgebouwen en huizen. De infrastructuur van de stad wordt weer doelgericht vernietigd: gasleidingen, auto-ondernemingen, scholen en kleuterscholen. Geachte kijker, terecht is de hele wereld geschokt over de doden in Parijs. Waarom echter marcheren niet talrijke toppolitici, staats- en regeringshoofden van Europa en ook Israël en Palestina voor de vrede in Oost-Oekraïne? Wie van hen is geschokt over deze vele onschuldige gedode burgers waarvan het aantal constant oploopt? Waarom deze dubbele moraal? Met deze vragen neem ik afscheid van u. Goede avond. Guten Abend.